Oké, jongens, de banden lopen. Allemaal leuke dingen gaan gebeuren waar we nog niets over kunnen zeggen. De majesteit. Zeg majesteit, wou u welke zou? Met je hakken over de sloot. Nou, ik zit zo bij Rens in het programma. Wat hebben we bij jou aan het doen, man? Ja, dat is heel. Waar is dit voor? Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Voor de rest, wat heb ik gedaan? Ik ben afgelopen zondag bij Renze geweest in het tv-programma. Was erg leuk. Het ging over het Songfestival. En het is altijd leuk om bij hem te gast te zijn, omdat het een hele goede presentator is, maar ook ongelooflijk vriendelijk. En daarbij zaten we met leuke gasten, dus dat was heel gezellig. Ik heb nog opgetreden in Gemert voor Bad Design. En dat was een prachtig bedrijf. Met mooie badkamers en de eigenaar was ook nog jarig en het bestond 42 jaar. En het was een soort après-ski feest en het was een ongelooflijke leuke sfeer bij die mensen. Nou, en ik ben ook nog met Danilo samen in Paleis Soestdijk geweest. En de reden daarvan is dat we een soort bezichtiging kregen. Nou, we lopen in Amsterdam. We gaan zo eventjes een PR-filmpje opnemen voor de Amsterdamse zomer. En dan mag ik zingen volgende zomer. Heb ik ontzettend veel zin in samen met Maarten en met Tino. Dat doen we op het Rembrandtsplein. Nou, het is maandagochtend, dus ik zie er nou niet echt op de allerfeestelijkste uit. Maar goed, we doen het gewoon. Dankjewel. Hoi. Ja. Zo, jongens. Nou, alsjeblieft. We kunnen beginnen. Helemaal zwart. Er is zoveel opgesmeerd de afgelopen jaren. Ik zou zeggen, als ik het eraf had, ben ik 2 kilo lichter. Uitleggen. En die snijden dan? Komen we aanlopen of niet? Mark komt aanlopen, jij zit er aan. Oké, okay, lekker. Gewoon jullie overdag zitten hier lekker op het terras. Moet ik even goed elkaar. Ja, oké, okay, dus hij staat op en we doen even lekker. Precies zo. Zitten jullie hier te draaien? Lekker met moedertje. Geniet er maar van. Oh ja. Oké, hoor je dat? Hoor je dat? Als je in een Belgen bent, ga naar Jan bellen. Wij blijven. Ja, hij hoort helemaal niks van het hele verhaal niet. Je zit en je doet alsof je hun niet ziet. Oh, ja, dat is precies. Dus, wat doen hun nou daar? Oké, okay, papi zit. Ja, wij zijn dus eigenlijk een paparazzi in de overkant. Okay. Wij zijn er niet. Okay. Maar op een gegeven moment gaat het een seintje. En dan krijg je tegen Maarten, kom maar. Ja. En dan gaat hij ons wegjagen, zeg maar. Dan gaan okay. Wij even verder in de kamer. Ja. Dat daar. Dan die! 3, 2, 1, actie! Kom maar! Ja, wat is het al begonnen? Het is al begonnen, ja. Hey vriend. Ja, kom in. Hoe is het? Nou, de bedoeling is. Moet je hem een beetje dichtbij hier doen? Wat gebeurt er? Vriend. Hoe is het, jongen? Ga eerst bak. Jan, kennen we Jan nog van? Want Jan, die moet Jan, dankjewel. Jan, bedankt jou. Doei, vriend. Doei. Doei. Ik heb wel een filmrol hier. Ik geef deze wel een schop zo. Ja, top. Oké, jongens, de banden lopen. Checkie. Komt ie. Camera loopt. Nou, ik zit gezellig met Danilo in de auto. We gaan eventjes naar Paleis Soestdijk. Daar zijn we uitgenodigd om even wat dingen te bezichtigen. Het is natuurlijk hartstikke leuk, ik ben er wel eens geweest. Maar ja, omdat er straks ook nog allemaal leuke dingen gaan gebeuren, waar we nog niets over kunnen zeggen, moeten we even kijken of we het ook wel echt heel leuk vinden. Nou, we rijden al 3 kwartier van Aalsmeer naar, maar hij gaat nu doorrijden. Ja. Nou, het komt allemaal goed, jongen. Gezellig.
Het is natuurlijk ook weer een prachtig kamertje. Oh, die engelen mooi. Prachtig op dat plafond. Leuk hè, Danilo? Duur kastje. Nou, dit is helemaal barok. Prachtig. Ik hou ervan. De majesteit. Schat was het ook, die Juliana. Nou, dit was dus de werkkamer van Juliana. Er is weinig van over. Ze zat hier altijd. Hoor ik net voor het raam. Want ze wilde dat het volk haar kon zien. En zo kon ze een beetje kijken. En konden de mensen ook zien dat ze altijd heel druk was. Kijk eens. Het is toch wel heel mooi. Het heeft wel een historie hoor. Een hele Soestdijk. Met de stortdouche. Wat houden ze in? Dat het water naar beneden stort. Dus hier werden ze omgekleed. Wat grappig. Dit is koninklijk toilet. Ja. Maar ja, het is toch wel een oud pand ook. Maar wel interessant om even te kijken. Dat zijn mijn collega's. Leuk. Nou, dit was de bibliotheek van de Oranjes. Hier zit de hele koninklijke familie. Hier hebben ze ook echt gezeten. Gezellig bij de open. Dit is nog wel een gezellige kamer, hè? Maar die gordijnen zijn nog exact hetzelfde. Kijk, hier. Pio. Gaan we omhoog of gaan naar beneden? Nou, nu we toch hier in Paleis Soestdijk zijn... hebben we natuurlijk toch een inkijkje hier in het beetje privé-domein van de Oranjes. Zeg majesteit, wou u welke zuiden? Komt voor elkaar? Ja, helemaal goed. Helemaal goed, ja. Komt eraan. Gaat voor u in zee, hoor. Wat ik wel heel leuk vind, als we op de foto van mogen. Tuurlijk mag je dat. Majesteit, ook even op de foto. Ik wil nog even naar het toilet. Maar dan zitten we, jezus, wat een spin. Oké, nu gaat hij hierheen. Jeetje! Het lijkt wel een vogelspin. Wat is dat ding groot, hè? Wat is dat voor een spin, joh? Rrrr. Nou, we zijn onderweg naar Gemert. Nou ja, een bedrijf bestaat 42 jaar en de eigenaar wordt 50. Dus dat wordt vast een leuk feestje. Het is pas om 12 uur. Groetjes van Mark en van Geer. Doei! Allemaal toppers, maar wat wil nou dat vooral de topper van Nederland hier hebben gedaan? Ja, zijn jullie klaar voor de grote finale? Zijn jullie klaar voor niemand minder dan Geert Jolen? Ik zeg altijd maar zo, wie de schoen past, die trekt hem aan. Dat is wel mooi zeg, hé. Hoe zou dat liggen, die schoen? Nou, ik zeg maar zo, met je hak over de sloot. Cheerio. Hij is wel mooi, hè? Schitterend. Nou, ik zit zo bij Rens in het programma. Het is zondagavond. En ik zit daarin met... Olaf Koens. Verslaggever over de Oekraïne. Gijs Rademaker, natuurlijk peilingen. Over hem Wouter de Winter. Gaat natuurlijk over politiek. Gerard Joling ben ik zelf. Gaat over het Eurovisie Songfestival. En we hebben ook nog Rachel Razier. Oh, wat staat er? Rozier. En ik weet niet waar zij het over gaat hebben, maar wij zitten zo direct allemaal bij Rensen. Dus als je het leuk vindt, mag je kijken, als je geïnteresseerd bent. En Rensen is er zelf ook.
ja, naar mijn mening toch wel de knapste presentator van Nederland. Dus dat is ook altijd leuk om daarnaar te kijken en te luisteren. Links, hè? Links? Ja. Nou ja, maar ook... Nou, de uitzending gaat zo beginnen bij Renssen. Hier hebben we Rachel. En dan hebben we Wouter. En dan hebben we nog meer mensen die vanavond allemaal hier gezellig in het programma zitten. Hier hebben we onze Renssen zelf. Wat ben jij aan het doen, man? Ja, dat is waar is dit voor? Dat is mijn vlog. Echt? Ja. Hallo, vloggers. Sorry. De familie van Geert. Ik vind het nog enig. Hoe is het met jou, vriend? Ja, het is meer een beter jasje op de eerste. Joost Klein. En het is nu zo dat steeds meer nummers, dat van Joost als dan niet, Europapaal wordt het geloof ik, maar veel nummers van andere landen zijn al bekendgemaakt. En die gaan we eens even op een rijtje zetten, even de interessante concurrenten doornemen. Met niemand minder dan een oud deelnemer aan het Songfestival, 1988. Wie heeft dat toen gezien op tv? Ja, ja, zit erbij. Dames en heren, Gerard Joling! Ja, zet hem op, hè. Dank u wel, hallo! Hoi. Gezellig. Je kunt me volgen op Instagram, Facebook, TikTok, Instagram Story, Twitter, oftewel X. En ja, ik moet zeggen, de single De Twee Motten gaat nog steeds goed. Je mag hem blijven streamen. Je kan leuk naar het clipje kijken. Dikke knuffel van Geer. En maak er een leuke week van. Doei.